Best wel een bijzondere auto, vind je niet? Gelukkig ben je beland bij een video van dagelijksauto.nl. Wij kunnen je er alles over vertellen. De Kia EV6 is een van de eerste modellen op het globale EGMP-platform van de Hyundai en Kia. Hij is er in verschillende uitvoeringen, van een basisuitvoering met een vrij kleine accu tot een sportieve GT-uitvoering met maar liefst 577 pk. Deze hier is de Plus-uitvoering en die heeft de grote accu van 77,4 kWh gecombineerd met achterwielaandrijving. En daarmee is het de Kia EV6 met het hoogste bereik. Volgens Kia is het rijbereik van deze auto 528 kilometer. Nou, dat is nogal wat, maar zoals we vaker zien bij elektrische auto's, de waarheid is anders. In de zomer kom je hier wel 480, misschien 500 kilometer ver mee. In de winter is dat toch echt veel minder. Reken dan op 350, 360 kilometer. Maar voor je nu roept, ah, dat is niks voor mij. Deze Kia, net zoals de modellen van de Hyundai op hetzelfde platform, kunnen heel snel laden. AC laden is tot 11 kW, maar DC laden is maar liefst, als je de goede paal hebt, tot 240 kW. En dat betekent dat je van 10 naar 80% kunt laden in 18 minuten. Dat is echt rete snel. Dat betekent gewoon dat je in 5 minuten 100 kilometer bereik bijlaat bij een snellader. En laten we deze Kia EV6 eens goed bekijken. Wat valt dan op? Een hele korte motorkap. Ja, het is eigenlijk geen motorkap natuurlijk, want er zit geen motor onder. De motor zit bij de achterwielen. En daardoor kun je de voorkant lekker kort maken. En hou je heel veel ruimte over voor de bestuurder, voor de passagiers en voor bagage. Kijk maar eens hoeveel ruimte dat je hebt. Let ook op deze leuke deurgrepen die uit de carrosserie komen. Hier heb je ruimte genoeg. Genoeg hoofdruimte, benenruimte. Maar ja, dat zijn we natuurlijk wel gewend. Maar achterin is dat precies hetzelfde. Voldoende hoofdruimte, ruim voldoende benenruimte. Hier kunnen makkelijk 4 volwassenen goed in reizen. En dan heb je natuurlijk ook nog een grote kofferbak. De Kia EV6 is een echte hatchback. En de kofferbak, dat is een flinke ruimte. Maar liefst 480 liter kun je hierin kwijt. Nou, de achterbank kan volledig plat voor nog meer ruimte. En je hebt natuurlijk, omdat er voorin geen motor zit, heb je nog een frunk van 52 liter waar je ook nog spullen in kwijt kan. Als we dan voorin gaan zitten, wat valt dan op? Wat dacht je van deze zwevende middenconsole? Dit is allemaal open. Hieronder kun je nog lekker spullen kwijt en het geeft natuurlijk een heel ruimtelijk gevoel. Het dashboard is mooi horizontaal opgebouwd met een leuk patroontje en een gebogen scherm van 12,3 inch. Als je de auto dan start, je zoekt misschien de knop hier, maar daar zit hij niet. Hij zit hier op de middenconsole. Dan vallen een aantal andere leuke dingen op. Bijvoorbeeld, hier zit de bediening voor de radio en voor de navigatie. Maar met één druk op de knop verandert dat in de bediening voor de klimaatcontrole. Wat eerst de volumeknop was, is nu ineens de bediening voor de temperatuur. De Kia EV6 is natuurlijk volledig elektrisch, dus tijdens het rijden is hij heel erg stil. Ook heb je natuurlijk de acceleratie van elektrische auto. En ja, hoeveel dat is, dat hangt een beetje vanaf welke modus dat je ingesteld hebt. Rij je in eco-modus, ja, dan trekt die vrij beheerst op. Bij normaal zit het er tussenin. En heb je sport geselecteerd, ja, dan ga je heel erg snel van 0 naar 100. De Kia EV6 is vooral bedoeld voor lange afstanden en daarin maakt deze auto het je ook zo makkelijk mogelijk. Niet alleen is hij erg comfortabel, de stoelen zitten goed, je hebt stuurverwarming, je hebt stoelverwarming,
Maar ook is de auto uitgerust met allerlei rijbaanassistenten om jou het leven makkelijker te maken. Dat moet je ook vooral toelaten. Dit is niet een auto die je, waar je alles uit moet zetten en zelf maar moet gaan rijden. Sterker nog, je kan niet eens alles uitzetten. Dus dit is vooral een auto, adaptive cruise control aan, rijbaanassistent aan en laat de auto zoveel mogelijk zelf doen. De uitvoering van de Kia EV6 waar ik nu in rij, de Plus editie, heeft dus die 77,4 kWh accu en een elektromotor op de achteras. En daarmee heeft hij een vermogen van 229 pk. En dat is ruim voldoende voor deze auto. Hij weegt iets meer dan 1800 kilo. 229 pk maakt hem gewoon een hele comfortabele reisauto. Een scheurreizer is het niet, maar daar is deze auto ook helemaal niet voor bedoeld. Kia heeft met de EV6 een bijzondere auto op de markt gezet. Het is een innovatief ontwerp, helemaal toegespitst op de elektrische aandrijving. En daardoor, hij biedt veel ruimte, veel comfort en ook op het gebied van techniek is het laatste van het laatste met een groot rijbereik en de mogelijkheid tot heel erg snel laden. Dit is een ontzettend praktische elektrische auto en dit laat zien hoe ver we op dit moment zijn. En dat zonder dat het het duurste van het duurste is. Deze elektrische auto is voor heel veel mensen binnen bereik. En daarmee heeft Kia een hele belangrijke elektrische auto op de markt gezet. Vond je deze video nou interessant? Geef dan een duimpje omhoog. En like het kanaal van Dagelijks Auto. Regelmatig hebben we nieuwe leuke video's. En kijk ook vooral eens op dagelijksauto.nl voor interessante artikelen, rijtests, autoverhalen. Er staat van alles leuks bij. En dan zien we je graag de volgende keer weer terug.